Ellis, verslaggever hier op Schiphol. En ik doe verslag van allerlei gebeurtenissen hier op de luchthaven. Vandaag ben ik benieuwd naar het baanonderhoud. En Hugo, die kan me daar meer over vertellen. Ja, dat klopt. Dat kan ik je wel vertellen, maar er komt heel veel bij kijken. Dus het is veel beter als we gewoon het in het echt gaan zien. Mag ik zo mee op Airside? Nou, Ellis, op die hakken kan je natuurlijk niet werken. Die gaan we inruilen voor twee mooie veiligheidsschoenen. Mijn hakken voor niks aangedaan. Een high visibility jas. Yes. En dan ben je klaar voor Airside. Kom, we gaan. Yes. Tijdens zo'n baanonderhoud, wat doe jij dan precies? Er zijn veel partijen betrokken bij zo'n onderhoud. En het is belangrijk dat er eigenlijk één spin in het web is, die van de status op de hoogte is van al die partijen. En die echt het onderhoud kan coördineren. Dat doe ik deze weken. We gaan nu naar baan 18 links, 36 rechts. Ook wel de Aalsmeerbaan genoemd. En daar is het grote onderhoud nu gaande. En dan gaan we even kijken hoe het op de baan ervoor staat. Wat houdt dit nou in voor de operatie? Zoals je achter ons ziet, is men nu bezig met het grote onderhoud van de Aalsmeerbaan. Dat betekent dat 4 weken lang de baan niet beschikbaar is voor de operatie. En wie zorgt er dan voor dat het afkomt binnen 4 weken? Moet je Frits hebben. Ga even naar de auto, gaan we oproepen. Als je deze induwt en Frits roept, dan gaat hij antwoorden. Frits voor Ellis. Ja, hier is Frits. Kan jij zo naar de bouwkeet op de Aalsmeerbaan komen? Goedemiddag, Frits Auto. Hoi, Ellis. Jij kan ons rondleiding geven hier? Ja, dat kan. Ja, ik ben benieuwd. Waarom is het precies nodig om een baan te onderhouden? Net als alles, al het andere, slijt ook een baan. In het land hier natuurlijk een heleboel vliegtuigen. En op een gegeven moment moet zo'n baan gewoon onderhouden worden. De antiskidlaag wordt eraf gefreesd. De onderlaag wordt afgevreesd en dan wordt dit nu opgebouwd. Frits, kan ik jou hier nog ergens mee helpen? Nou, mij niet meer. Mijn dienst is erop vandaag. Maar er zijn op de baan zijn er nog mensen die ongetwijfeld hun hulp kunnen gebruiken. Christian, ik hoor dat jullie nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Ja, altijd. Ik heb Ellis voor jullie meegenomen. Ellis. Hi. Hoi. Ellis, hi. Ik kom je straks weer ophalen. Yes, dankjewel. Hey. Nou, doei. Ik ben benieuwd. Succes. Dank je. Heb je ervaring in de kerk? Nou, niet per se. Nee. Ja, misschien dat je een machine kan besturen of zo. Ik heb hier een shuttle buggy van Heijmans. Die is erg groot. Vind je? Ja, wat nog blijft al? Er over? Ik heb hier de hark voor je. Oké. Okay. Ik zal het 1 keer voordoen. Je pakt met de hark, doe je netjes het lasje en een mooi recht lijntje opduwen. Het randje erin duwen. Nou, dat moet wel lukken. Denk je? Ja, ik denk het wel. Gaan we proberen. En dit is wel wat anders dan een tuintje aanhakken. Ja. Ja. Wat ben jij aan het doen? Vruchtlijn maken. Ah, die wordt gewoon, daar wordt gewoon overheen geasfalteerd. Ja, dat wordt gewoon overheen gebracht. Ik heb nog wel een ander klusje voor je. Oh. Loop maar eens met me mee. Oké. Okay. Dan kan je even op de machine, kan die meneer ook even gaan eten. Oh, wie mag ik aflossen? En hier, kun je even gaan eten? Doet Ellis hier even. Even sturen. Draai je naar me toe? Jawel hoor. Ja? Ja, op het kettingje kijken, dat is jouw richting. Hier stuur je mee, naar rechts en naar links. En hier kan je mee stoppen. Kunnen helpen, maar ik moet nou weer terug naar Hugo, dus okay. Werk ze nog hier, hè? Yo, doei. 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 Vroeg me wel nog 1 ding af. Hoe werkt het nou als 1 baan niet in gebruik genomen kan worden? Als je dat wil weten, moet je bij de luchtverkeersleiding zijn. Nou, dat is dan iets om voor de volgende keer uit te zoeken. Transform.